Hallo iedereen, vandaag ben ik er met een video die er eigenlijk al vroeger zou moeten aangekomen zijn. Niet dit weekend, wanneer ik deze video film, maar vorig weekend ging ik naar de opening van H&M in Capelle, waar ik dan een paar dingen wou kopen voor mijn wintergarderobe. En daar wou ik dan een lookbook mee filmen, maar ik wou ook eerst de dingen die ik gekocht heb in een shoplog laten zien. Spijtig genoeg ben ik toen de H&M buiten moeten gaan met lege handen doordat er een bomalarm was afgegaan en we op verzoek van de politie het winkelcentrum moesten ontruimen waar onze nieuwe H&M in was gevestigd. En dus had ik die dag geen koopjes kunnen doen, maar ik had wel mijn arm vol met leuke dingen, maar die heb ik allemaal moeten laten liggen, spijtig genoeg. Als reactie daarop heb ik diezelfde dag nog wel online mijn order geplaatst. En die is in deze groene doos gekomen. Ik had niet alles besteld omdat wij een 20 of 25% korting op artikel naar keuze kregen. En die bon had ik natuurlijk ook nog wel kunnen gebruiken aangezien we deze dus gratis hadden gekregen. Dus ik ga je laten zien wat ik heb online besteld op de H&M site. En dan ook hetgeen dat ik afgelopen weekend ben gaan halen met de bon en ook gewoon in het algemeen. Laten we beginnen met de online bestelling. Aangezien ik deze eerst heb gedaan, ga ik hier ook mee beginnen. Dus de doos, het deksel eraf. Ik ga beginnen met deze schoenen of deze enkellaagjes, of hoe je ze ook wilt noemen. Het zijn eigenlijk zo'n soort van chunky heels. Ja, gewoon basic zwarte. Deze waren volgens mij een €30,99. Maar op de site waren ze aan de helft korting. Dus ik heb deze 15 betaald online. Ik heb deze gepast in de winkel. Ze vallen echt wel naar de schoenmaat. Ik heb een 39 normaal. Deze is een 39. Ik had deze dus wel al gepast in de winkel. Maar ik heb deze dan online voor de helft van de prijs kunnen bestellen. Dus dat is zeker een goede deal. Ik ben dus echt al een paar jaar een Balmain fan, zal ik maar zeggen. Ik vind zijn kleren echt super, maar ik kan die natuurlijk niet betalen. Want ik hoorde dat hij met H&M ging samenwerken, was ik echt zo benieuwd en heb ik geld opzij gehouden. Zijn collectie kwam duurder uit dan dat ik dacht dat het zou uitkomen. Dus heb ik nog extra gaan werken en extra gespaard voor het ene kleed dat ik zo graag wou. Ik ben dan ook gaan aanschuiven in Antwerpen. En nee, niet een half uur of een uur op voorhand. Echt wel meer dan dat. En we waren ook nog niet zo ver in de rij, maar toen we binnenkwamen was echt gewoon bijna alle rekken al leeg. En ik heb gewoon het geluk gehad toen ze kwamen even bijvullen, dat ik een snelle reflex had. Ik heb zelfs moeten vechten, dat veel mensen wel hebben moeten doen. Dat ik een snelle reflex had en een kleedje heb kunnen vastgrijpen. Deze heb ik nog niet aan jullie laten zien en ik zou deze niet kunnen laten zien. Maar deze ga ik ook nog even apart houden voor als ik echt een Balmain video ga doen met H&M, wat ik ook echt wil doen. Maar ik ben nog op zoek naar een paar stuks die ik zo graag nog zou willen, omdat ik nu echt opzet ben met meer dan de collectie. Maar het kleedje dat ik wou niet te vinden, niet aan te raken. Ook online al super hard mijn best. Ja, mensen vragen er gewoon duizenden euro's voordat ik er echt over vind. Aangezien die onder de 500 kost, wat al duur is voor de H&M. En voor iets dat in massaproductie wordt gemaakt. Dus vandaar, ik vind dat ook niet waard. Ik wil het echt kopen voor de prijs dat in H&M ging. Of een heel klein beetje meer, maar niet veel. Dus ik ben nog altijd op zoek naar dat jurkje. En ik wil dus echt mijn Balmain H&M video maken. Als ik dat jurkje heb kunnen bemachtigen, indien het mij lukt. Misschien nog een paar andere items heb kunnen bemachtigen. Want ze blijven wel redelijk nog terugkomen. Wat leuk is. En ik heb ook een hemdje gepast. Veel te groot uit. Heel spijtig. Maar zo heb ik ook deze keer geluk gehad. Toen ik op de H&M site was om te bestellen, zag ik dat er nog een paar, bij mij items in stok waren. Ik was tussen de kleedjes aan het kijken en ineens zie ik dit kleedje ertussen staan. Dit is dus het redelijk simpel en een van de goedkoopste kleedjes die je in zijn collectie kon kopen. En het is gewoon een zwart kleedje met zwart velvet, of noem je het, vloermateriaal. En het is echt een heel simpel kleedje dat redelijk kort komt met twee zakjes langs de zijkant in. De achterkant heeft een gouden rit die ook bijna helemaal tot onder gaat, die dus kan opendoen en natuurlijk erin. Ook aan de mouwen heeft hij rit, want anders gewoon te smal is om erdoor te komen. En heeft dan ook zo'n heel klein kraagje. Dus deze is van de H&M Balmain collectie, staat hier ook op. En het is een 36, de maat die ik heb, voor mij juist perfect. Ze vallen redelijk klein uit, dus ik kan ook in een 38, want dat is mijn andere kleedje dat ik heb. En de prijs was normaal €129, geloof ik. Dus zeker niet goedkoop, maar als je echt een Balmain fan bent, ja, is het wel waard, zal ik maar zeggen. Korting op dit kleedje kreeg dat nog €90 van mij gekost heeft, dus dat was wel de moeite, zal ik maar zeggen. Dus dit Balmain kleedje, wat een uitleg voor één kleedje. Dan kocht ik een kersttrui die ik had gezien in de H&M die dag met een bommelding. En die wou ik zo graag dat ik die meteen heb besteld die dag. En dat is deze rode wollen trui. How
About Snow. Met groene pailletjes en zwart. En allemaal zo sneeuwlokjes op de rode trui. Deze is echt een super leuke trui voor deze dagen. Deze heb ik in een small gekocht. En ik denk dat deze ongeveer. Ik denk dat deze een 15 euro kostte. Dus daar deze trui. Sorry dat ik een beetje een rode gloed heb. Maar dit komt omdat het te laat is en het licht te snel verdwijnt. Deze is ook een trui die ik in de winkel in eerste instantie niet had gezien. En deze is een kat met rendieroortjes, wat ik gewoon super leuk vond. En dan ook de rode neus. En het is ook gewoon weer super leuk omdat het glittert en een kat is eigenlijk. Dat naar een rendier is omgetoverd. Deze is ook een smal en ik denk dat deze een 20 euro was. Ik had een basic topje, deze was 10 euro. Dit is gewoon een crop top, zoals jullie kunnen zien, met de ribbeltjes. En lange mouwen natuurlijk voor deze koude dagen. En dan ook weer een klein colletje. Deze is in de maat smal. En dan gaan we over naar hetgeen dat ik in de winkel zelf heb gekocht. Wat zeer leuk was om te ontdekken is dat ze... hoe noemden ze het? Ik weet niet meer juist wat, maar ze deden ook kortingen op... Het was Black Friday kortingen. Maar het was ook nog eens korting op aantal items die ze geselecteerd hadden. Omdat ze nog maar pas open waren. Dus die kortingen waren voor de openingsweek, dat ik ook super leuk vond. Dus daar heb ik van geprofiteerd. Als eerste kocht ik ook nog hetzelfde basic truitje in het zwart. Dus zoals jullie kunnen zien ook hetzelfde, ook met de ribbeltjes. Zoals jullie kunnen zien ook hetzelfde, ook met de ribbeltjes. Weer een krolnekje. En is ook in een smal en 9,99 euro. Nog eens hetzelfde, maar ik ga niet alles herhalen deze keer. Ik ga het gewoon even laten zien in het zwart met witte streepjes. De volgende twee wou ik zo graag, sinds dat ik die had gezien bij de opening. En deze waren normaal 19,99 euro. Dit is ook een smal en deze zijn super cool. Deze zijn een roze glitterachtige stof. Ook weer met ribbels, ook een crop top met een kraagje. En ik kan niet anders zeggen, of misschien is het wel juist een top. Maar ik vind dat het toch redelijk crop is. Maar deze was 15 euro in plaats van 20. Wat dus de aanleiding gaf om een tweede te kopen van dit. En dit is in het groen. Waarom ik deze niet kon laten is gewoon ja, groen kerstmis, je weet wel. Dus dit kan ik dan aandoen tegen de kerstdagen die erbij komen. Of gewoon volgende week al, wie weet. Maar ik vind het gewoon super qua materiaal, qua uiterlijk. Ik ben iemand die obsessief is met zo'n soort metallic of glitterachtige dingen. En deze is ook 15 euro. En dan zal ik maar zeggen topstuk, buiten dan de Balmain dress of course. Maar topstuk van mijn aankoop die in de gewone H&M collecties die iedereen kan op halen, zal ik maar zeggen, is dit kleedje. En dit gaat moeilijk zijn om te laten zien, maar het hangt meestal ook op de paspoppen als je naar de H&M gaat. Het is echt een super mooi kleedje. Het loopt uit in een skaterdress die toch wel wat poeft. En ik hoop dat jullie het kunnen zien, want het is echt een super mooi kleedje qua textuur, qua materiaal. Echt schitterend. En ik was bang dat ik hier niet zou inraken, omdat H&M en hun modellen meestal niet zo goed voor mij vallen. Ik vind het zo mooi, dus ik ga gewoon proberen om het aan te doen. En het paste eigenlijk perfect voor mij. Dus dit is een 36 en deze was 49,99 euro. Niet zo goedkoop, maar ook weer niet duur. Vergelijk bijvoorbeeld met het Balmain kleedje van H&M. Dus echt wel betaalbaar voor de feestdagen, voor iedereen. En echt een heel mooi kleedje. Als je naar H&M komt en dit is jouw stijl, zeker gewoon eens passen, al ga je het niet kopen. Echt wel de moeite en het past echt bij zoveel mensen hun figuur gewoon. Wat ik echt ideaal vind. Maar ik had dan dus die 25% korting. Dus die heb ik op dit gebruikt. En dan kostte die mij nog 40 euro volgens mij. Dus dit was wel de moeite. Dus dit kleedje is echt een topper. Ik heb dus toch wel best wat gekocht, wat gevonden. Wat in de H&M bij mij heel vaak niet het geval is. Maar ik vind het op het moment echt een super leuke collectie binnen hebben. En die van Katy Perry voor kerst vind ik ook best wel leuk. Dus zeker eens gaan kijken als je H&M een leuke winkel vindt. Of misschien anders niet. Zeker deze periode eens binnenspringen. Want ik was echt verrast. Ik wil dus ook een wintergerealiseerde lookbook maken. Ik weet, in de herfst heb ik gewoon geen tijd om een te maken. Ik ga tijd maken voor deze. Want winter is echt niet echt mijn favoriete seizoen qua weer. Maar wel qua feesten en gewoon de sfeer met de lichtjes en zo. Dus ik ga zeker een lookbook maken voor de winter. Nu heb ik toch zo'n paar stuks die je toch in de winkel nog kan gaan halen. Als ik zie mijn lookbook steeds dat ik anders op mijn kast alles moet gaan graaien. Waarvan vele niet meer recent zijn of niet meer vindbaar zijn. Dus ik ga proberen om mijn lookbook zoveel mogelijk budgetproof en vindbaar te maken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. In ieder geval geef dan een duim omhoog. Of laat me weten in de reacties hier beneden. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal indien je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Daag!